Ik krijg intussen alweer een kleine levensles hier weer. Jawel. Jullie hebben allemaal een bril op. Voor jou? Oh, dus jullie hebben allemaal veiligheidsbril op en je zegt niet tegen mij, Emile, zet een veiligheidsbril op. Emile, ik was nog niet uitgesproken. Moet jij niet ook een veiligheidsbril op? Nee, want ik geloof gewoon in gezondheid. Ik ben niet verzekerd. Gewoon om de dood eenvoudige reden, als je je verzekert, dan roep je dus namelijk de ellende over jezelf af. Ik laat mijn kinderen niet vaccineren om de dood eenvoudige reden dat je dus nooit mensvreemde stoffen in je lichaam moet laten zetten. En mijn kinderen zijn allemaal zo gezond, zijn nooit ziek. Ja. Dus dat is positief denken. Oké. Maar nou ben je zo veel aan het praten, moet je je nou niet ook nog eventjes geestelijk voorbereiden op het feit dat je zo meteen door dat glas... Je moet de en-en zijn. Het is niet of-of. Je moet gewoon en je concentreren en tegelijkertijd jou de tijd geven en de waarde geven om met jou gewoon te communiceren. Dus tegelijkertijd richt ik mij gewoon op mezelf en tegelijkertijd focus ik ook op jou. Je kunt twee dingen tegelijk. Je kunt wel vijf dingen tegelijk. Oké. Nou, ik zou toch zeggen, concentreer je nu eventjes op de deur. Ja, je denkt... Je zegt wel of je nerveus bent. Ja, dat ben ik ook. Waarom ben je nerveus? Nou, omdat ik dat eng vind dat je door het glas... dat jij wilde spreken. Ach, helemaal niet. Dat hebben ze gezegd tegen mij. Dat zie je toch niet gebeuren. Nou, zegt u maar, mevrouw. Ja, moet gebeuren. Ja? Je kan het. Zie? Stop er nu maar weer mee. Kijk, dus het is niet zo makkelijk. Yes. Oh jeetje. Je ziet, het lukt niet. Ik kan maar niet gewoon concentreren. I now commit my own unconscious mind to give these people whatever they like. Give them power. Give them strength. Lukt me niet. Het lukt niet. Lukt het niet? En je had mij er zo doorheen willen laten lopen. Gewoon, het lukt gewoon niet. Ik kan me niet gewoon toch genoeg concentreren. Emile, kom er even bij. Loop even om de ruit heen. Maar je ziet dat die ruit, dus gewoon een normale ruit van 4 millimeter, is dus sterker als dat ik ben. Dus ik misluk, ik faal. Maar voelt dat ook voor jou dan zo leed toch? Daarom wil ik zeggen, van, ik misluk en ik misfaal. Maar dat is niet erg. Want ik ga gewoon dus denken bij mezelf, wat doe ik nu anders als dat ik de vorige keer gedaan heb? Want de vorige keer is het wel gelukt. Ja. Dus ik moet gewoon mezelf nu weer tot de orde roepen en dit als een leermoment zien. Okay. En dat ga ik dus dan gewoon met het eerstvolgende seminar. Laat ik dus zien gewoon dat het een kwestie is van toch meer. Kijk, je ziet. Ja, ik zit even te kijken, want ik zie al bloed en alles. Nee, ik geloof dat jij daar wel doorheen kan. Oh, dat geloof ik. Een tapeje dat je dat ziet. Ja, zien. Ja. Maar inderdaad, eventjes, misschien zometeen, anders nog. In ieder geval, je kan wel een seminar winnen. Dat hebben we. Eén seminar voor twee personen om onder begeleiding van jou door die ruit door te komen. Ja, dus dat is, moet je je aanmelden gewoon bij www.ratelband.com. Dus www.ratelband.com. En dan kom je dus bij roeien en ruiten. Dus door dan komt het helemaal goed. Dan kan je daar eventueel kans maken op die seminar. Dan moet je even naar onze site ook gaan en dan word je daar naartoe geleid. En dan zometeen Bastiaan van Schaik, die ons heel mooi gaat aankleden wat betreft sieraden voor de feestdagen. En we krijgen ook natuurlijk Petra Berger, die prachtig gaat zingen. We nemen de time-out. Dank je wel. Tot zo. Oké. Okay.